zit aan deze kant Jim Jansen. Hij is hoofdredacteur van het blad The New Scientist. En we gaan praten over de wetenschap van 2017 op zijn best. De top 3 van de Breakthrough of the Year. De doorbraak van het jaar. De prijs voor de meest baanbrekende ontwikkeling in de wetenschappelijk onderzoek. Elk jaar georganiseerd door het blad Science. De Bijbel onder de wetenschappelijke tijdschriften, zou je kunnen zeggen. Oud-winnaars zijn onder andere het AIDS-onderzoek, het gekloonde schaap Dolly, de ontdekking van het Higgs-deeltje en de eerste kwantummachine. Het is een publieksprijs. De winnaar wordt 21 december bekendgemaakt. En wij gaan, Jim, volgens mij de top 3. We gaan de top 3 bespreken. Het was sowieso een mooi jaar. De mensen konden op 11 verschillende onderzoeken stemmen. En vandaag zijn er dus 3 overgebleven. En je vertelde net al, als je die, wat je Dolly, kwantum, Higgs-deeltje, wat vond jij zelf nou de mooiste? Van die? Van die van de vorige winnaars? Wat er nou, het meest tot mijn verbeelding sprak natuurlijk het Higgs-deeltje. Omdat iemand dat denkt te weten. De techniek is nog niet zo ver dat we het kunnen bewijzen. En dat die man bij leven nog meemaakt. Ja. Dat wat hij dacht. De drie, hè? Pieter Higgs, François Englert. Ja, maar het heet het Higgs-deeltje. Ja. Hij heeft nog meegemaakt dat het ontdekt werd. Ja. Dat vond ik, dat 4 juli 2012, Matthijs. Voilà, ik ben dat weet jij dan weer uit je hoofd. Jij weet precies waar. Nee, maar dat zijn van die enorm mooie doorbraken. Waarvan, nou ja, waar was jij op dat moment? Mm-hmm. En nou ja, daar word ik zelf wel heel blij van. En deze prijs wordt eigenlijk sinds 1989 uitgereikt. Een beetje vrij naar de Time Person of the Year. Ja. Sinds voor mij 1996 heet het de Breakthrough. En ik als hoofdredacteur van New Scientist, nou ja, ik hou van wetenschap populariseren. Jij volgens mij ook gewoon toegankelijk maken. En ja, weet je, dit is echt een duwtje in de rug voor die wetenschappers. Maar het is ook gewoon, ja, je praat over ingewikkeld onderzoek. Want dan gaan we meteen naar de 3. Voor een groot publiek. Ja. Neutrino's, Matthijs. Ja. Er is op nummer 3 met tot nu toe 12% van de stemmen. Dat kan dus nog een beetje veranderen. Maar nu staat het op nummer 3. Een neutrino-detector, zo groot als een melkfles.